Politie had veel werk tijdens de jaarwisseling. Er zijn aanhoudingen verricht en verdachten in beeld gebracht ten aanzien van de vechtpartijen in de binnenstad op 31 december, zegt politiewoordvoerder Milton Kensmil in een gesprek met de redactie. Maar er zijn aanhoudingen geweest. Ten aanzien van de vechtpartijen die hebben plaatsgevonden waarbij nog geen verdachten zijn aangehouden, kan ik aangeven dat er wel verdachten in beeld zijn gebracht. Er is in veel gevallen is er sprake van camerabeelden die ons zullen ondersteunen bij het onderzoek. En we laten het vaak we vragen aan mensen die weten dat ze zich hebben vergalopeerd. Laat het niet zo zijn dat de politie je kost wat je moet komen opsporen. Ja, je weet dat je een strafbaar feit hebt begaan. Ja. Het is altijd goed dat je meld je aan hoor, want de aanhouding kan altijd even een beetje anders lopen. Kensmil geeft verder aan dat nog niet alle data bij hem bekend is van alle aanhoudingen en overtredingen van de jaarwisseling. Ten aanzien van Highway, ik heb dus tot het moment toen wij de afspraak maakten, heb ik gelijk de opdracht gegeven om na te gaan of er daar inderdaad sprake was van een dode, omdat er op een gegeven moment daar even sprake van was. Maar ik wil het bericht officieel hebben van station Houtuin, om met zekerheid te stellen dus dat er daar inderdaad sprake is geweest van een dode of niet. Ten aanzien van de Oost-West-verbinding, ja, een beetje jammerlijk geval waarbij een seniorenburger, een 76-jarige man als ik het goed heb, bij die aanrijding dat hij het leven heeft gelaten. De jaarwisseling kenmerkte zich ook door een aantal minder ernstige aanrijdingen waarbij slechts sprake was van blikschade. 2023 werd afgesloten met in totaal 69 verkeersslachtoffers, 5 minder dan in 2022.